een hele goede dag en welkom bij een spectaculair nieuwe video. Mijn naam is Mark en vandaag zijn we zoals gewoonlijk weer op station Venray. Mijn beetje zo vaste station zou je wel kunnen zeggen. En ja, wat gaan we vandaag doen? We gaan gewoon eens een keertje weer ouderwets erop uit. De grenzen zijn met Duitsland zijn weer open. Dus we kunnen weer de grens over gaan spotten. En wat is nou eigenlijk de bedoeling? Ik heb zelf nog nooit met een NRW-ticket gereisd. En dat wil ik eens een keertje uit gaan proberen. Ik heb gisteravond nog even bekeken hoe groot dat het gebied is. Nou, dat gebied is fucking huge. Echt gigantisch. En daar gaan we vandaag eens even uitbundig gebruik van maken. Natuurlijk doen we zo meteen, als we in de trein zitten, zo'n bedslaapje op. En ja, we gaan dus gewoon eens kijken wat er allemaal te zien is in Duitsland. Uiteraard is er meer te zien dan hier in Nederland. Ik bedoel, ja, hier aan de Maaslijn is het alleen maar, GTW'tjes en Arriva. En in Venlo, daar kom je hooguit nog een keer een Firm of een Vlucht van de Eurobaan tegen. We zijn dus op station Venray en we gaan dus nu naar Venlo. En van daaruit pakken we de Eurobaan naar Duitsland toe. En ik zeg we, niet omdat ik mezelf zo belangrijk vind. Maar ik heb vandaag een medespot. Een medespotter heb ik bij me. Ben jij al zo ooit in Duitsland geweest? Nog niet met de trein. Oké, en bus wel? Bus wel. Oké, ja. Even denken. Als je. Naar het Moezelgebied. Wat verwacht je wat we vandaag allemaal gaan zien? Ja, ik hoop de PSA Link. De PSA Link? Ja. Dat wordt Stuttgart. Dan moeten we verder dan dat het NRW-ticket gaat. Dus dat. Goed, we gaan er in ieder geval vandoor. Hoeveel minuten nog? Minuutje vijf? Twee minuten. Vijf, oké. Nog twee minuten. Ja, daar geeft hij vijf aan. Nee. Oh. Goed, we gaan in ieder geval onderweg richting Venlo. En dan eerst wel eens even een NRW-ticket scoren. Nou, zoals ik al zei, een beflapje op mijn gezicht. En gaan met de banaan. So cliché, I see the sparks you throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Aangekomen op station Venlo en dan gaan we eens even een NRW-ticket scoren. Zo, nog steeds op station Venlo, kaartje bemachtigd. Vreemderwijs wel zonder je naam in te hoeven vullen. Als iemand weet waarom, ik weet niet, ik heb het uit een... Welk automaat was dat? Een Abellio-automaat. Een Abellio-automaat, in ieder geval er stond iets van Abellio en VRR op, ja, toch? Ja. Ja, dan krijg je dus gewoon zo'n klein kaartje. En hij kost even goed 46 euro hoor. Je krijgt alleen maar de helft. Maar je kunt hier nergens je naam invullen. Als iemand weet waarom dat is, laat even weten in de reacties. Zo, inmiddels aangekomen in de RE13 richting Ham Houtbaanhof. Ja, zo'n muilkorf op mijn bakkers. En benauwd ook. Ja, we zitten dus in de RE13 richting Ham Houtbaanhof. We gaan tot en met Düsseldorf en dan... Gaan we eens even bekijken wat daar allemaal rondrijdt. Ik ben er zelf al een keertje geweest. Nout nog niet. Dus die zal zich dadelijk blijven verrassen. Hé Nout? Ja. Aangezien ik vandaag een reisgenoot bij me heb, even een comfort review. Wat vinden we van deze trein? Kut. Zo, inmiddels aangekomen op station Düsseldorf. Het is nog steeds mooi weer.
Nautje is er nog steeds bij. En we gaan dus even wat rondkijken. Wat S-baantjes, wat RE's, Rijn-Roer Express, ICE's. Die nou trouwens daar op de achtergrond staan. Daar zullen we eens even heen lopen. Meine Damen und Herren am Gleis 3, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Ja, dus. Nou, inmiddels alweer een tijdje verder. We zijn verhuisd van Düsseldorf naar Keulen Hauptbahnhof. En ja, hier is het wel wat beter spotten. Meer dubbeldekkers, IC's, IC2's, maar ook Coradia's. En dieselmateriaal en van alles en nog wat. We hebben vandaag een klein beetje beperkt tijd. Want ik heb vanavond nog een afspraak. Dus we gaan zo meteen nog even wat dingetjes spotten. Ik laat nog even wat dingetjes zien die ik hier tegenkom. Overigens kwam ik hier zojuist ook twee aparte treinen tegen. Als iemand kan vertellen wat dat is, laat even weten in de reacties. Ze komen nu voorbij.
moments later. Ja, precies. In zo'n rammelhok zitten we dan. We zijn in ieder geval onderweg vanuit Keulen naar Mönchengladbach met de RB27. Hoe lang nog? 20 minuten, 19. Ja. 20 minuten ongeveer en dan hebben we 3-4 minuten overstap. Ja. En dan terug naar Venlo, terug naar Holland. Ja. Nou, dan zijn we weer in Venray. Het was een warme, hete dag. Ja. Nou, en wat vonden we van? Ja, goed. Leuk. Leuke dag. Ja. We veel materiaal gezien. Ja. Nou goed, ik zou zeggen... Kapot gerekt. Oh ja, de zaak weer gesloopt. Goed, ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Ik zie jullie in de volgende video. Als je een leuke video vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Als je meer wilt zien, er staan altijd afspeellijsten in de beschrijving. En als je op de hoogte wilt blijven van mijn laatste content, dan druk even op het abonneerknopje. Dankjewel daarvoor. Ik zie jullie in de volgende video. Ciao.